zoals u weet, recentelijk ben ik weer opgestart om de woningbouwprojecten van de regering op te zoeken en te kijken of de werkzaamheden vlot verlopen. Wij als regering 6 projecten die we uitzetten, monitoren, 2 zijn al af. En gisteren ben ik bijvoorbeeld gestart bij projecten die vastzitten, om te kijken hoe we die kunnen oplossen. Feit is, het gaat om bouwkavels die mensen hebben gehad, maar niet toegankelijk zijn. Dat is het hoofddoel van de bezoek. Maar hier gaat het om ook een groep van jongeren die gronden heeft gehad. En die waren langs geweest. En het voordeel waarom ik ook hier ben, is dat in dit gebied in het verleden door de overheid grote lappen zijn uitgegeven aan functionele groepen. Bijvoorbeeld de jongeren, een bepaald bedrijf of een overheidsinstelling. Dus hier staan er ongeveer 5 of 6 van dit soort grote projecten. Dus als je eenmaal een weg aanlegt of een brug, dan heb je honderden mensen geholpen. Maar vandaag zijn we uit een soort, het doel ervan is, zij zijn zelf in eigen beheer bezig, zoals je zelf ziet, wat werkzaamheden zelf uit te voeren. In feite willen ze alles zelf doen. En wat niet kan, gaan ze de overheid vragen. Ik geef een voorbeeld, misschien de bouw van een brug, dat sneller is, of SWM, weet je. Maar vandaag zijn we hier voor een uitleg en een fysieke oriëntatie. Laat me u gelijk corrigeren hoor. Het is geen verkavelingsproject van Social Army. Het is een verkavelingsproject van de overheid, waarbij Social Army ook percelen heeft ontvangen. Dus dat is het. Hoeveel percelen heeft Social Army ontvangen hier op dit terrein? Social Army heeft hier 32 kavels ontvangen. Maar waar staan we precies? Als ik het goed begrijp, is het oud Suralco project. Zo staat het project aangeschreven. Maar de exacte naam van het project zelf en het gebied hier ken ik niet uit het hoofd. Ik begrijp dat het overkant van de Groenhartweg is. Van een andere groep hoor ik Rijsdijk dus. Maar om de exacte locatie, dat weet ik nog niet. Maar ik zie een pokkelijn bezig zijn. Waarmee zijn jullie precies bezig hier vandaag? Kijk, de organisatie Social Army is gestart met een bouwkavelproject voor jongeren. En we hebben aangegeven dat wij zelf zouden overgaan tot het ontbossen als wij die kavels kregen. En op dit moment hebben de jongeren hun bijdrage geleverd. En de meeste toewijzingsbeschikkingen van de jongeren zijn binnen. En dus dat wil zeggen, we moeten overgaan tot het ontbossen van die gronden zoals we hebben beloofd. Dus dat is wat wij vandaag, we geven eigenlijk starts 1 daarvan. We beginnen met het ontbossen van de projecten die wij toegewezen hebben gehad als organisatie Social Army. Het is eigen initiatief van Social Army. De kosten zijn vooralsnog op Social Army. Dus we hebben wel assistentie gekregen van de overheid qua advies. Maar voor nu is het Social Army die bezig is met de activiteiten hier.